Nog nooit vroegen zoveel mensen asiel aan in Nederland als dit jaar. Bondskanselier Merkel noemt de opvang van de vluchtelingen uit alle crisisgebieden een historische test. Al dat is niet meer weit weg, sondern al dat komt zu uns. En dat is een historische bewährungsprobe voor Europa. Ze belooft het aantal vluchtelingen terug te dringen. En verder in het nieuws vandaag. Naam en adres van een slachtoffer komen niet langer automatisch in het strafdossier. En straks alleen betalen voor de vakken die je volgt? Goedenavond. Het waren er nog nooit zoveel. 54.000 mensen hebben dit jaar asiel aangevraagd in Nederland. De meeste op de vlucht voor oorlogsgeweld. In 1994 klopte ook een record aantal asielzoekers aan. Het was in de tijd van de Joegoslavië-crisis. Toen vroegen zo'n 53.000 mensen asiel aan. Nu waren het eind november al 1.000 meer. Het is een vreugdeloos record. In een jaar tijd 54.000 mensen die proberen asiel te krijgen in Nederland. Sommigen kregen een gezicht, zoals deze kunstenaar. Meer dan de helft van de asielzoekers komt uit Syrië en de vluchtelingenkampen daar. Verder veel Eritreërs en mensen uit Irak. En er zijn economische vluchtelingen die zich aansluiten in de rij. Er zijn natuurlijk mensen die ook uit landen komen die bijvoorbeeld veilig zijn, zoals Albanië en Servië. Die mensen hebben mogelijk minder reden om asiel te vragen. En daar zien we ook wel wat instroom van. Maar die mensen worden er volgens de IND sneller uitgepikt dan tijdens de Joegoslavië-crisis. Zo ging het in 1994. De opvang was nog voller dan nu. Er werden dit soort tentenkampen ingericht en mensen moesten maandenlang wachten voordat ze asiel konden aanvragen. In die tijd was de asielprocedure veel langer. Dat betekent dat de tijd dat men in de opvang verbleef veel langer was. En dat maakte ook dat de beelden die we allemaal nog hebben uit die tijd, dat waren beelden van uitpuilende opvang, noodvoorzieningen als tenten die lekten. En het is nu ook een ongelooflijk grote opgave, maar gelukkig niet met dat soort vreselijke beelden. Het ministerie verwacht dat het aantal aanvragen tot het einde van het jaar nog met enkele duizenden stijgt. En dan Duitsland, bondskanselier Angela Merkel. Ze lag de afgelopen maanden onder vuur vanwege haar ruimhartige opname van vluchtelingen. Meer dan 1 miljoen kwamen er naar Duitsland. De kritiek groeide ook in haar eigen partij, de christendemocratische CDU. Maar vandaag op de partijdag was van die kritiek niets meer te merken. Het was een van de belangrijkste toespraken van Merkel op een partijdag. En een van haar beste. Strijdbaar en bewogen legde ze een uur lang haar aanpak van het vluchtelingenprobleem uit. En wist ze de critici in haar partij te overtuigen. Wenn wir jetzt tatsächlich zweifeln würden, dass wir das nicht schaffen, im Blick auf unsere europäische Verantwortung, auf unsere humanitäre Verantwortung, auf unsere Verantwortung für Deutschland, dann wären wir nicht die christlich-demokratische Union Deutschlands, aber wir sind sie und deshalb werden wir das schaffen. Toch kwam ze tegemoet aan de kritiek op de enorme aantallen vluchtelingen, maar een bovengrens noemde ze niet. Und deshalb wollen und werden wir die Zahl der Flüchtlinge spürbar reduzieren, weil das im Übrigen im Interesse aller ist. Dat kan Duitsland niet alleen. Daar moet heel Europa bij helpen. Een oplossing die nur in Europese solidariteit en in enger coöperatie met de herkomst- en transitländern der Flüchtlingsbeweging functioneren kan. Een minutenlang ovationeel applaus was haar deel, waar Merkel zelf na 7 minuten een eind aan wilde maken, maar wat toen nog 2 minuten doorging. En we gaan naar Jeroen Wollaars in Karlsruhe. Ja, 9 minuten dus staande ovatie. Is er dan niets meer over van de kritiek? Nou, ze heeft in elk geval haar eigen partijleden kunnen overtuigen
voor dit moment. En dat komt denk ik door twee dingen. Door die speech die echt bijzonder was. Het was, zei de Merkel Watchers hier, misschien wel de beste speech uit haar carrière. Precies ook de speech die ze nu moest geven. Ze lag enorm onder vuur in haar eigen partij, hier in eigen land. Ja, en dat heeft ze toch wel weten te keren. Het lag aan iets anders ook. Je komt niet op deze positie zonder enig politiek talent. Dat heeft Merkel natuurlijk ook. En ze heeft in de afgelopen dagen haar tegenstanders telkens iets gegeven. Ze is ze telkens tegemoet gekomen met kleine dingen zonder haar eigen koers te verliezen. Ja, en dat maakt dat ze toch wel haar eigen positie in de partij vandaag weer bevestigd heeft. Merkel is de onomstreden leider van de CDU, misschien ook wel de onomstreden leider van Duitsland. En volgens sommigen hier ook wel de onomstreden leider van Europa. Maar we horen het er net weer zeggen, weer schaffen das. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Nou ja, dat is natuurlijk nog wel een pijnpunt. Bijvoorbeeld als je naar Europa kijkt. We horen hij hier ook zeggen dat veel van het schaffen hem zal zitten in Europese solidariteit. Met andere woorden, dat andere Europese landen Duitsland moeten helpen met het opnemen van vluchtelingen, met het tegengaan van de vluchtelingenstroom. Ja, en we weten dat veel landen daar niet op zitten te wachten. Bijvoorbeeld landen in Oost-Europa. Dus dat is Europees gezien nog een moeilijk onderdeel van het weerschaffendas. Maar in eigen land heeft ze dat natuurlijk ook. Kijk, de opvang is hier wel geregeld. Er slapen geen mensen op straat. Maar de volgende stap, de stap van integratie, daar zijn ze hier eigenlijk nog helemaal niet aan begonnen. En we merkten dat toen we de volgende reportage maakten, een reportage waarin we erachter kwamen dat veel van die integratieinitiatieven vooral nog particuliere initiatieven zijn. De commerciële tv-zender NTV zendt sinds kort Marhaba uit. Marhaba bikum fi Almania. Shay mu'ayyan binisbat li nizam huwa al-isharat bi Almania, sah? Min bayna al-hurriyat ash-shakhsiyya fi Almania al-hurriyya al-jinsiyya aidan. Presentator Konstantin Schreiber spreekt vloeiend Arabisch en gaat geen thema uit de weg. Wenn wir darüber sprechen, was erwarten wir von Menschen, die zu uns kommen, Thema Integration, was fordern wir vielleicht auch, was da kommen muss, dann bekommen die das ja ansonsten gar nicht mit. Also die Idee war einfach, also das zu spiegeln, worüber wir diskutieren, damit die das auch letztlich verstehen können. Want an Integration kommt Deutschland amper zu. Alle Aandacht geht nach Opfang. Zoals hier in de hangars van het oude vliegveld Tempelhof in Berlijn. 7000 Flüchtlingen kommen hier te wonen. Sinds twee weken is er een geïmproviseerd taalklasje. Ik kom aus Syrië. Maar het is lawaaierig, koud en over twee weken vervalt de subsidie van dit project. De tolk maakt zich zorgen. Ik geloof dat het niet goed is voor beide zijden. Voor de vluchtelingen en ook voor Duitsland. Die mensen kunnen sneller integreerd en een arbeid vinden en zijn leven aanvangen of beginnen. Maar omdat ambtelijke molens traag draaien, zijn er steeds meer mensen die het zelf doen. Nog sneller? Saskia leerde haar mentorkind in 9 maanden Duits. Ik denk dat het ganz wichtig is dat die kinderen halt auch mal sehen, also was außerhalb van hun heim passiert, weil sie ja eigentlich ihre Welt ganz, ganz klein ist und zum Beispiel auch gar nicht die Stadt kennen. Also es ist halt ganz wichtig für die auch zu wissen, wo sind wir eigentlich und was gibt es hier und was ist vielleicht anders als zu Hause. Er wordt nu nagedacht over verplichte integratie. Maar hoe Duitsland dat moet gaan schaffen, is waarschijnlijk weer een heel nieuw hoofdstuk. De meeste Syrische vluchtelingen kwamen afgelopen zomer via Turkije naar Europa. Turkse minister van Buitenlandse Zaken was weer in Brussel om verder te praten over de maatregelen die Turkije gaat nemen. In ruil voor de 3 miljard euro die Europa heeft beloofd. Dat geld moet deels worden besteed aan betere opvang, zodat meer Syriërs in Turkije blijven, hopen ze. En dan is het ook belangrijk dat Syrische kinderen daar naar school kunnen. De hele dag lopen Abbas en zijn vriendje Ahmad de straten en parkjes af, op zoek naar klanten. 12 jaar zijn ze. Het nieuwe straatbeeld in Istanbul. Kinderen uit Syrië. En ik ben zo bij de mensen. بشتغل 20 25 30 40 بقول الحمد لله بروح على البيت بعطي لامي بيشترينا اكل شرب. Turkije regelt onderwijs voor Syrische kinderen vrij goed in de vluchtelingenkampen. Maar veruit de meeste Syriërs in Turkije wonen in de stad. Daar is werk, daar kun je een leven opbouwen. Maar hier in de steden is het onderwijs weer vrij slecht geregeld. Het gevolg is dat 400.000 Syrische kinderen in Turkije niet naar school gaan. Mag het met man? Ja. Assalamu alaikum. Oké, natuurlijk organiseren Syriërs in de stad zich, maar zelf.
houtje touwtje. Voor vluchteling Shazaba Rakat is onderwijs een persoonlijke strijd. Haar zoon kon in Istanbul niet naar school en ging uit frustratie terug naar Syrië. Hij kwam om in de oorlog. Shaza bouwt sindsdien keihard aan deze school, waar inmiddels bijna 1000 kinderen dagelijks les krijgen. Als Europa de instroom van Syriërs uit Turkije wil stoppen, is dit stap 1. Onderwijs. Daar komt bij dat kinderen op straat kwetsbaar zijn voor ronselaars. De oorlog is hier dichterbij dan je denkt. Europa en Turkije hebben dus heel weinig tijd te verliezen. Elke dag langer praten in Brussel is voor Abbas en Ahmad een dag langer schoenen poetsen in Istanbul. Het komt voor, vrouwen die verhuizen omdat ze worden gestalkt en dan toch weer oog in oog komen te staan met hun stalker. Omdat die het nieuwe adres heeft kunnen lezen in het strafdossier. Dat kan straks niet meer, want de privacy van slachtoffers wordt beter beschermd. Als mensen aangifte doen, komen hun naam en adres niet meer automatisch in het dossier. Veel slachtoffers die aangifte doen, gaan ervan uit dat de politie vertrouwelijk met hun persoonlijke gegevens omgaat. Ze staan er niet bij stil dat hun naam en adres in het dossier wordt opgenomen. En zo komen die gegevens automatisch ook bij de verdachte terecht. Dat is vaak een onaangename verrassing. Zeker als het slachtoffers zijn die hun verdachte CQ-dader niet kennen. Dat roept gevoelens van angst op, angst voor represailles. Maar het zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat hun naam en toenaam gewoon in de media terechtkomt. Wij hebben ook geconstateerd dat veel slachtoffers op een later moment erachter komen dat hun naam en hun adres in het dossier staan en dat dan terug willen gaan draaien. Dus die vragen dan aan politiemensen, kan dat nog teruggedraaid worden? En vaak is het dan gewoon te laat. De kwetsbare positie van het slachtoffer wordt steeds meer erkend. Maar toch komt het nog regelmatig voor dat bij rechtbanken bijvoorbeeld een slachtoffer oog in oog komt te staan met zijn of haar dader. Bij de veiligheidspoortjes bijvoorbeeld of in de hal. Dat is heel confronterend en kan voorkomen worden. Rechtbanken zijn bijvoorbeeld verplicht om een aparte slachtofferruimte te hebben in het gebouw. Zodat slachtoffer niet samen met de verdachte in één ruimte hoeft te wachten tot de zitting begint. Wat we zien is dat er vaak wel van dat soort ruimtes zijn, maar dat ze niet gebruikt worden. Doordat de privacy nu niet goed gewaarborgd is, komt het voor dat slachtoffers geïntimideerd worden door verdachten en daders. Nou, dat kunnen bijvoorbeeld zaken zijn van mensen die zijn uitgebuit door mensenhandelaren. Dat kunnen ook wel zaken zijn die wat meer in de relationele sfeer liggen. Maar daar is het slachtoffer al bekend. Dan weet iemand ook al hoe die heet en waar die woont. Alleen wat je daar vaak ziet is dat iemand dan verhuist om zo'n persoon te ontlopen. En dan toch met een oproeping als getuige dat adres bijvoorbeeld in het dossier terechtkomt. Daarmee bij verdachten en dat dan het hele circus weer overnieuw begint. Slachtoffers zullen nu vaker aangifte doen, is de verwachting. Het Russische vliegtuig dat eind oktober in de Sinaï-woestijn neerstortte is niet door terroristen naar beneden gehaald. Dat zegt Egypte. Rusland gelooft er niets van. Bij de ramp kwamen 224 mensen om. Rusland gaat ervan uit dat er op de luchthaven van Sharm el-Sheikh een bom aan boord is gebracht. Terreurorganisatie IS heeft de aanslag opgeëist. Maar Egypte zegt dat er vooralsnog niets is gevonden dat wijst op een terroristische daad. Bij Shell verdwijnen nog eens bijna 3000 banen. Ze komen bovenop de 7500 banen die eerder dit jaar al zijn geschrapt. Het is een gevolg van de fusie met gasproducent British Gas. Daarnaast heeft het concern last van de lage olieprijs. Of er ook in Nederland banen verdwijnen is nog niet duidelijk. Er verdwijnen ook banen bij Vrij Nederland. Het opinieweekblad wordt een maandblad. Hoofdredacteur Frits van Ekster stopt per 1 januari. Doorgaan met het weekblad is volgens Van Ekster niet haalbaar. De oplage daalt al jaren en ligt nu op zo'n 27.000. Geert Wilders. De kijkers van 1 Vandaag hebben Geert Wilders uitgeroepen tot politicus van het jaar. Hij kreeg een kwart van de stemmen en eindigde voor Jesse Klaver en Jeroen Dijsselbloem.
Liefhebbers van Wilders zijn vooral tevreden over zijn optreden in het vluchtelingendebat. Dit jaar stemden er ruim 37.000 mensen. De politicus die niet direct in de prijzen valt deze week is premier Rutte. Woensdag moet hij zich verdedigen in de Tweede Kamer voor de Teven-deal. En dat belooft lastig te worden. Veel fractievoorzitters van de oppositie hebben zich geërgerd aan de premier. Rutte ging afgelopen vrijdag opnieuw vierkant achter oud-staatssecretaris Teven staan. Nou ja, hij zal nu van nu open en eerlijk moeten zijn dat hij toch er aardig naast heeft gezeten. En hij moet het vertrouwen herwinnen, niet alleen van de Kamer, maar vooral van Nederland. U verwacht een deemoedige premier? Op zijn minst. Maar zover was Rutte afgelopen vrijdag, is het gesprek met de pers duidelijk nog niet. Ja, dan zeg ik tegen al die mensen, dames en heren, we zijn better off because of people like Fred Teven. Nou, zij zorgen ervoor dat dit land veilig is. Ik vond het verbazend hoe de premier polariseerde op het moment dat er met name vragen aan hem zijn. Ook over hoe het kan dat hij zo lang of niks wist of niks wilde weten over wat er werkelijk met die deal aan de hand was. En de deal deugde niet. Dus dan kun je heel assertief zijn en zeggen van nou, Teven die heeft altijd het beste gedaan voor ons land. Nou, dat zal zo zijn. Maar als het niet deugt, dan deugt het niet. En dat moet de premier erkennen. De coalitiepartijen maken zich een stuk minder druk over de positie van Rutte. Ja, dat hangt van de antwoorden van de premier af. Maar ik ga ervan uit dat hij zich goed voorbereidt. Komt allemaal goed. Ja. Is gewoon een slechte deal. Dat zou Rutte ook ruimhartig moeten zeggen. Hij gaat over zijn eigen woorden. Ik vind het een slechte deal. Zolang de VVD en de PvdA de rijen gesloten houden, lijkt er voor het kabinet niet heel veel aan de hand. Maar als premier Rutte zo nonchalant blijft doen over alle fouten die er zijn gemaakt, dan kan er een moment komen dat ook de PvdA-fractie gaat twijfelen. En dan heeft al snel het hele kabinet een probleem. De oppositie zal de komende dagen niet twijfelen om de vinger op de zere plek te leggen. Het klimaatakkoord. Wereldwijd is het met enthousiasme ontvangen, ook bij het KNMI. Het instituut gaf voor de conferentie in Parijs nog een waarschuwing. Code oranje voor het klimaat. Nu zijn ze in de beeld dus blij, maar de waarschuwing blijft. Voor de hoofddirecteur van het KNMI was het een goed weekend. Vanaf het moment dat hij doorkreeg wat er in Parijs was afgesproken. Ja, op dat moment maakte ik als het ware een kleine vreugdesprong. Het was inderdaad echt heel erg prettig om te lezen dat 192 landen, of waren het nog zelfs iets meer, akkoord zijn gegaan met dit ambitieuze voorstel. Boven verwachting? Ja, boven verwachting. Het feit dat men in deze arena heeft durven afspreken om een doel te zetten dat de aarde niet meer dan 2 graden en mogelijk zelfs minder zou moeten opwarmen, dat is boven verwachting. Het Weerinstituut wil niet somberen, niet achteruitkijken naar het decennia lang negeren van waarschuwingen van klimaatwetenschappers. Waarschuwingen die nu pas echt serieus genomen worden. Nee, het is vooruitkijken, CO2-uitstoot omlaag. Hoe? Dat is het terrein van de politiek. Het KNMI laat ondertussen wel de symbolische waarschuwing voor klimaatverandering staan. Code oranje. De komende jaren zal de zeespiegel stijgen, zal ook de afvoer van de rivieren toenemen, zal een regenbui in de zomer intenser zijn. Dus we zullen ook de komende decennia daar nog steeds rekening mee moeten houden. Dat is nu niet zomaar eventjes voorbij. Maar wat we natuurlijk hopen, is dat op de wat langere termijn, dan heb je het over enige tientallen jaren, dat de effecten op die termijn echt substantieel minder zullen worden dankzij dit prachtige akkoord. In Nederland zijn 2 jaar geleden in het energieakkoord afspraken gemaakt over CO2-reductie hier. Of die afspraken moeten worden aangescherpt na Parijs, daar wordt op dit moment naar gekeken. En straks in Nieuwsuur Ed Nijpels, die toezit op het naleven van de afspraken van het energieakkoord. Blijdschap, maar ook grote teleurstelling bij het Front National. De partij van Marine Le Pen haalde bij de regionale verkiezingen in Frankrijk een record aantal stemmen, maar kreeg in geen enkele regio een meerderheid. Dit zijn niet de winnaars van de verkiezingen in Frankrijk. Het zijn eerder de verliezers, de socialisten, die juichen. Die hebben vooral te vieren dat het Front National in geen enkele regio aan de macht komt. Le danger de l'extrême droite n'est pas écarté. Loin de là. Je n'oublie pas les résultats du premier tour et des élections passées. Het Front National. Na een overweldigende eerste ronde was de uitslag van de tweede stemronde een bittere teleurstelling. Geen bestuursmacht, in welke regio dan ook. Maar toch. En triplant le nombre de nos conseillers régionaux élus. Le Front National sera désormais la première force d'opposition dans la plupart des conseils régionaux de France.
Zeven regio's gingen naar de socialisten. De partij van oud-president Sarkozy haalde er 8 binnen. Maar hij stelt zich nederig op. Ce serait une grave erreur de passer comme trop souvent d'une élection à une autre, comme si les Français ne nous avaient rien dit. De uitslag bevestigt vooral dat Frankrijk een diep verdeeld land is. Collegegeld betalen per vak. Dat kan binnenkort als het aan de VVD, PvdA en de Landelijke Studentenvakbond ligt. Wie naast zijn studie iets anders wil doen en de helft van het programma volgt, betaalt ook maar de helft van het collegegeld. De flexstudent. Tentamenperiode op de Universiteit van Amsterdam. Stampen, stressen en dan maar afwachten. Dat flexstuderen klinkt relaxed. Toen ik het las, was ik er positief over. Ja, dat vind ik eigenlijk wel goed, want ik weet zelf nog niet helemaal wat ik wil doen volgend jaar. Het is een plan van de regeringspartijen en de Landelijke Studentenvakbond. Het plan wat we hebben gemaakt gaat ervan uit dat je studenten hebt die een volledig collegegeldjaar doet. Die kiezen gewoon voor €2000 inschrijven. Maar je hebt ook studenten die een bestuursjaar doen of medezeggenschap doen. En die dus niet alle vakken volgen. En die willen we tegemoetkomen door per studiepunt te gaan betalen. De 23-jarige rechtenstudent Laura Benner is er blij mee. Zij betaalde het afgelopen jaar het volledige collegegeld, terwijl ze maar de helft van de vakken volgde. Vorig jaar heb ik fulltime een bestuursjaar gedaan. Ik heb 2 vakken gevolgd. En het is heel zonde dat ik voor dat hele jaar college geld heb betaald. Als dat ook voor 2 vakken zou kunnen zijn. Er is ook kritiek. Opleidingen zijn bang voor meer administratie en minder inkomsten dan begroot. Een aantal hbo-opleidingen waar klassikaal wordt gewerkt of bij opleidingen waar alle vakken op elkaar zijn afgestemd, zien het ook niet zitten. Ik denk dat het plan een karikatuur maakt van wat opleidingen zijn. Opleidingen zijn veel meer dan een verzameling vakken. Een opleiding doe je samen in intensieve begeleiding met je docent in een omgeving waar ook andere studenten zijn. En niet zomaar links en rechts wat studenten bij elkaar, vakken bij elkaar winkelen. Als opleidingen niet mee willen doen vanwege hun onderwijsinhoudelijke redenen, ja, dan gaan we ze niet dwingen om mee te doen. Maar ik denk dat het voor heel veel studies in Nederland echt een unieke kans is. Het is niet zo dat de student met dit plan langer over zijn studie mag doen. Ruim 8 jaar lenen blijft de limiet. We gaan naar Willemijn met het weer. Wordt lekker warm, hè? Ja, het wordt zeker een heel stuk zachter dan dat het vandaag was. Terwijl het vandaag eigenlijk ook al iets boven normaal was. En de dag begon mistig. En dat is iets wat we morgen op een aantal plekken ook weer zullen zien. Dit was Doetinchem vanochtend. Nou, misschien dus morgenochtend weer. Maar er zijn ook andere plekken in ons land. En wat we nog meer zien... Bloesem, ja, het is echt lente. Bijna. Terwijl we in december zitten natuurlijk. En die temperatuur gaat nog meer omhoog. En waarom komt dat eigenlijk? Nou, we hebben nu te maken met een hoge drukgebied hier boven het vasteland van Europa. De luchtdruk is een heel stuk lager daar op de Atlantische Oceaan. En daartussenin zit een zuidwestelijke stroming, een zuidwestelijke aanvoer van dus zachte lucht. En voorlopig gaat aan deze situatie nog niet zo heel erg veel veranderen. Dus blijft die zachte lucht dus onze kant op komen. Dit is het plaatje voor morgen met nog steeds dus dat hoge drukgebied aan de ene kant, lage drukgebieden aan de andere kant. En nou, die komen soms ook wat dichter bij ons in de buurt en die kunnen dus ook wel wat neerslag opleveren. Morgen overdag af en toe een klein beetje, maar pas tegen de avond krijgen we te maken met dit serieuze neerslaggebied. Vannacht zijn er opklaringen en als dat wat langer aanhoudt, dan kan er zomaar mist ontstaan. Verder koelt het af tot 1 graad of 3 en er is maar weinig wind en misschien valt er in het zuiden en in het uiterste noorden van het land een spatje regen. Morgen ook, vooral in de zuidelijke helft, af en toe wat lichte regen of motregen. Misschien ook wat zonneschijn. En daar waar de dag met mist begonnen is, kan het ook wel even duren voordat dat is opgelost. Want er staat ook morgen overdag weinig wind. Die gaat in de loop van de dag wel ietsjes aantrekken, wordt dan matig boven land. En aan zee komt er een vrij krachtige wind te staan, een windkracht 5. De wind draait ook wat naar het zuidwesten. Morgen is het nog 1 graad of 8. A9, maar vanaf woensdag zit die temperatuur echt in de lucht. Dan zit die zuidwesten er ook stevig in. Die trekt ook ietsjes aan. Woensdag is het nog bewolkt en behoorlijk wisselvallig. Van tijd tot tijd valt er echt wel wat regen. En vanaf donderdag nemen die neerslagkansen af. Maar het blijft dus erg zacht. De temperaturen ruim boven normaal. Niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Het belangrijkste nieuws uit dit NOS-journaal. Nog nooit kwamen er zoveel asielzoekers naar Nederland als dit jaar. 54.000 waren het er. In Duitsland belooft bondskanselier Merkel het aantal vluchtelingen terug te dringen. En straks meer nieuws in Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Fijne avond.